Je kijkt naar de laatste Motormobilist video van dit jaar. En in deze video blikken we met jou terug op 2023 en kijken we vooruit naar 2024. In het afgelopen jaar zijn onze video's ruim 60.000 keer gezien. Dat zijn 3 keer zoveel weergaven als in het jaar daarvoor. In de periode maart, april, mei en juni was het het drukst op ons YouTube-kanaal. En ook het begin van het jaar zagen we een paar pieken. Dat was namelijk de periode waarin ik mijn nieuwe motor kocht. Zo zag je in januari hoe ik de voorzichtige eerste kilometers maakte op mijn BMW R1200 ST. En om vertrouwd te raken met mijn nieuwe motor, volgde ik een veiligheidstraining. We beginnen met wat rustige oefeningen, zoals een halve draai maken, stapvoets rijden en slalommen. En daarna gaan we doen waar ik het meest naar uitkeek, de remoefeningen. En dan in het bijzonder de noodstop. We voeren de snelheid steeds een stukje op en we korten de stopafstand steeds een stukje in. Een van de best bekeken video's van 2023 was de video die Jan maakte tijdens zijn bezoek aan de motorbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Je ziet in deze video motorfietsen van onder meer de merken BMW, KTM, Ducati, Yamaha, Benelli, Honda en Harley Davidson. Ook leuk om te zien zijn de elektrische motorfietsen. Jan spreekt verder onder meer met Nadia en Mitchell van The Great Ride Along. In 2023 speelden 3 motoren de hoofdrol in de Motormobilist video's, namelijk de Honda Goldwing en de BMW R1200 GS van Jan en de BMW R1200 ST van mij. In september maakten we echter een uitstapje en gingen we proefrijden op een Ducati Scrambler en een Ducati Diavel. Die laatste rit maakten we helaas in de stromende regen, maar gelukkig zijn onze camera's waterbestendig. De Honda Goldwing gaf dit jaar best wel eens wat problemen. En niet zelden zag je dan ook hoe Jan naar de motorzaak reed om hem te laten repareren. Zo brak op een dag de kabel van de kilometerteller en had de Goldwing ook startproblemen. Al met al maakten we 47 video's die goed zijn voor uren kijkplezier. We hopen ook in 2024 weer veel mooie video's te maken tijdens het motorrijden. Dus zorg ervoor dat je geabonneerd bent op Motormobilist. Ons goede voornemen is om vaker met z'n tweeën motorritten en motorvlogs te gaan maken, want daar kwam het afgelopen jaar bijna niet van. Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar.